Zoë, en daar staan we dan op jouw eerste toernooi hier in Midwolda. Ja, het ziet er mooi uit, hè? Nu zijn de kinderen aan de beurt, hè? Ja. Want hoeveel kinderen doen er mee? Volgens mij een stuk of 25, 30. En dat is hartstikke leuk, want meiden en jongens worstelen vandaag gewoon tegen elkaar onder de 12 jaar. En dat is opgedeeld in bepaalde gewichtsklassen. Nou, zoals je ziet gaat dat echt super leuk. En vanmiddag komen dan de ouderen en de heren, senioren, en dat is nog gaver. En ja, het gaat hartstikke leuk. Jullie hebben gewoon 90 aanmeldingen ongeveer, hè? Ja, ongeveer wel, ja. En ze zijn allemaal gekomen? Ja, ze zijn allemaal gekomen van ver zelfs. Utrecht, Baarn, uit België, uit Azerbeidzjan, uit Duitsland, Koblenz. Dus dat is echt heel gaaf. En zometeen de opening, hè? En dat gaat Geuko doen? Ja, Geuko en de wethouder is er. En dat is heel gaaf, want ja, Geuko is eigenlijk een beetje onze doorzetter van de dag. Het bedrag dat wij hier vandaag ophalen, daar gaat ook een deel naar hem toe. Puur omdat hij zo'n doorzetter is. En dat voelden wij als maatschappelijk doel heel gaaf om dat te combineren. En dat is alleen maar leuk dat er zoveel aandacht is. En dat ook zoveel mensen enthousiast daarover zijn. En ga je zelf vanmiddag worstelen? Nee, ik ga alleen kijken en organiseren. Kost al genoeg tijd en het is ook eindelijk een keertje leuk om niet in de ring eigenlijk te staan. Dat ik ook een keertje dingen kan organiseren en dat is eigenlijk ja, hartstikke leuk. Meneer Wünker, wethouder van Oldambt, hier op het worsteltoernooi. Wat brengt u hier? Nou, het worsteltoernooi, hè. Ik heb een persoonlijke uitnodiging gehad van Zoë Klunder. Een dame die in deze gemeente al heel veel sportieve hoogtepunten heeft laten zien. En zij heeft mij gevraagd, naar aanleiding van de organisatie van dit toernooi, of ik hier vandaag ook acte de présence wilde geven. En de opening mede wilde verrichten. Hebt u iets met worstelen? Nee, persoonlijk heb ik niks met worstelen. Ik heb vroeger wel gejudo'd. Dat is een andere vorm van worstelen bijna. Maar ik heb wel iets met sport en met jeugd en met hoe je met elkaar sportief bezig kunt zijn. Dus daar heb ik wel een heel positief gevoel over. En ik vind het geweldig dat iemand de moeite neemt om dit te organiseren in onze gemeente. Dus een groot compliment aan mevrouw Klunder wat dat betreft. U gaat zo meteen de opening verrichten, of u bent erbij. Ja. Samen met Geuko. Ja, en met Gijs. Ik wens u heel veel succes en heel veel plezier hier. Dankjewel. En het is gelukkig goed weer. En ik hoop dat het zo blijft. En ik wens iedereen deelnemer heel veel succes vandaag. Dankjewel. Zullen we gaan aftellen met z'n allen als dat lukt vanaf 10? Let's go. Oké. Okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dus even worstelen. Yeah! Wel, van harte gefeliciteerd met je overwinning. Heel erg bedankt. Een gouden medaille. Ja. Tegen wie moest je? Ik moest tegen een meisje uit Mongolië en die studeert in Groningen. Dus dat was een stuk zwaarder dan mij. En ik wist dat van tevoren, maar dat nam niet mijn pret af om toch te komen. Want hoe vaak heb je nu tegen haar geworsteld? Dit is de allereerste keer dat ik zelf ook worstelen doe. Normaal doe ik judo en sambo, maar nu een keertje worstelen. En hoe bevalt je dat? Ja, ik vind het wel heel leuk. Het is heel anders, want judo doe je met een pak en sambo doe je met een pak. En nu sta je zonder jasje, dus zo wennen. Nu doe je het ook nog gewoon op het zand, hè? Ja, dat is wel echt superleuk natuurlijk. Ja, en gelukkig is het vandaag dan wel redelijk droog gebleven. Ja, het is mooi weer gewoon. Niet te warm, niet te koud. Maar hoe ben je bij worstelen gekomen? Nou, ik deed sambo en dat deed ik samen met Zoë. En die heeft mij toen uitgenodigd om hierheen te komen met mijn trainer en anderen van onze sportschool. Maar er doen niet zoveel dames mee, hè? Nee, nou ja, misschien dat nog komt, maar voor nu was het leuk. Eén tegenstander, ja, je kan lekker vechten, 3 partijen dus. Maar het is altijd wel heel snel afgelopen, vind ik. Ja, het ligt eraan. Als je zelf lang doorgaat, dan sta je natuurlijk lang. Maar het is gewoon fijn om in één keer zo 3 punten te halen. Dennis, jij bent een van de vrijwilligers hier. Klopt. En wat doe je hier dan? Ik heb gisteren geholpen met de opbouw. Vanavond weer de afbouw en vandaag verantwoordelijk voor de puntentelling. Scores bijhouden, kijken wie tegen elkaar moet worstelen. Dus best wel een verantwoordelijkheid die ik heb gekregen vandaag en tot nu toe loopt het goed. Maar je had helemaal niks met worstelen, heb je me verteld? Nee, ik heb zelf een boksachtergrond en Zoë heeft bij mijn stage gelopen. Dus toen kregen we al een beetje kennis te maken met het worstelen. Dus ze heeft ons ook gevraagd vandaag om mee te helpen. Gaandeweg leren we heel veel over worstelen, dus ik ben wel een beetje thuis in de wereld. En de puntentelling, loopt die een beetje gelijk als met boksen of is het totaal anders? Het is totaal anders. Ja, het gaat hier maar tot 3 punten. Bij de jeugd die we vanochtend hebben gehad is het 1 of 2 punten tot een max van 3. Dan is de wedstrijd ook afgelopen. En bij de mannen kunnen ze of 1 punt behalen of 3. En bij 3 punten is ook de wedstrijd afgelopen. En heb je van tevoren wat instructie gekregen hierover? Ja, stiekem wel. Ja, ik kreeg gisteren een papiertje mee over de telling, het schema zelf. Dus die heb ik vannacht onder mijn kussen bewaard, zodat ik alle nodige informatie ging onthouden voor vandaag.